naam is Marjana Maurits. Ik ben 23 jaar oud. Ik studeer bestuurskunde en zit momenteel in het tweede jaar. Helaas leid ik aan een onzichtbare beperking, wat depressie heet. Dit heb ik nu al 8 jaar. Soms heb ik hele goede dagen ertussen zitten. En soms heb ik ook minder goede dagen ertussen zitten. En als ik in die minder goede dagen zit, dan ga ik over alles twijfelen. En dat belemmert mij heel erg met mijn studie, omdat ik dan... Eerst was ik heel erg lekker bezig met mijn studie en dan in één keer... Dan gaat het niet meer zoals ik wil. Als ik in die mindere dagen zit, probeer ik dan iets te vinden wat mij gewoon opleeft. En dat heeft mij echt heel veel moeite gekost om dat te vinden. En ik ben heel veel dingen gaan doen. En uiteindelijk heb ik dat gevonden in muziek en piano. If you loved me, that you leave me. Mijn absolute dieptepunt was dat ik geluk wou vinden. En dat deed ik door middel van middelen te gebruiken. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik dagelijks ging gebruiken om toch maar ergens geluk vandaan te halen. Toen heb ik hulp gekregen en tijdens die hulp heb ik ook medicatie gekregen. En medicatie helpt mij nu echt om de dag door te komen. En om in principe de depressie de baas te zijn. Mijn toekomstplannen zijn om de wereld een stukje mooier te maken. En me vooral in te zetten voor mensen met een onzichtbare beperking, zoals ik. Ik denk dat daar veel te veel een taboe op is. Daar wil ik me gewoon heel graag voor inzetten.